satisfying. News had just come over. We had 5 years left crying. Hoe ben jij begonnen in de muziekscène? Hoe ben ik begonnen? Ja, het is al bijna niet meer waar. In 1980 ben ik begonnen met een heel klein punkbandje. Ja, ik schreef toen voor een schoolbandje van ons, daar schreef ik de teksten voor die jongen. Maar op een gegeven moment, toen ik ze op zag treden, toen dacht ik, ja, jezus. Dat kan ik beter, dacht ik. Dus toen ben ik zelf een schoolbeentje begonnen. En uiteindelijk leidde dat in 85 tot mijn eerste band, The Convent. En ja, dat werd het einde van de jaren 80, dus midden einde jaren 80, zo'n, ik geloof 88. Toen hadden we een uitverkochte tour in Duitsland. Dus allemaal zaaltjes zoals hier Paradiso. Pushing through the market square, so many mothers sighing. News that just came over, we have 5 years left to crying. Je bent in Nederland geboren, je hebt heel lang in Duitsland gewoond en je schrijft Engelse liedjes. Ja. Leg uit. Nou, ik heb me altijd heel erg voor... Eigenlijk ben ik begonnen, wat ik al zei, liedjes te schrijven of teksten te schrijven voor anderen. In eerste instantie, toen ik dus nog in Nederland woonde, was het altijd Engels tweede taal. En... Want hoe kwam dat dan? Ja, ik was altijd geïnteresseerd in teksten van albums. Ik vond het heerlijk om een album uit de kast te trekken. Een plaat van Pink Floyd, Animals op te zetten, de teksten te lezen en te luisteren en te kijken van wow, dit gaat ergens over. Hoe vaker je natuurlijk met een taal bezig gaat, hoe meer boeken je leest. Op een gegeven moment ga je Oscar Wilde, William Blake, al die dichters en poëten en die ga je lezen en je gaat de teksten bekijken. En het werd voor mij gewoon een obsessie om met woorden klankbeelden te maken en iets uit te drukken wat je voelt, wat je denkt. Ja. En dat kan je natuurlijk in liedjes vormen. Mooi, als je een boek moet schrijven, heb je heel wat bladzijden nodig. That's all we've got. CD-verkoop, merchandise, dat is allemaal tweede rangs geworden. Kijk, ik denk wel dat je er van rond kan komen, maar dan zul je andere wegen moeten ingaan slaan. Maar... En iTunes dan? Ja, dat is het enige waar ik aan verdien. Je bent een zanger in een band met geen enkele andere Nederlander erin. Hoe is dat gekomen? Ja, dat komt door natuurlijk mijn lange tijd in Duitsland. En op een gegeven moment... Met Dead Guitars begon het in 2002. Ik kende een band die heette 12 Drummers Drumming. En daar was die vond ik behoorlijk goed. Op een gegeven moment ben ik in contact gekomen met Pete Broff. Dat is de Schotse gitarist. En zo is het eigenlijk een beetje tot stand gekomen. En die anderen waren Duitsers? Ja, Ralf, de andere gitarist, die komt ook uit Duitsland. Speelde vroeger bij Nina Hagen. Heeft hij een tijdje gespeeld. En de drummer komt uit Zwitserland, Herman. En de bassist komt ook uit Duitsland. Dus eigenlijk de band is een beetje gebased, de basis in Mönchengladbach.